gembershot voor jullie. Dit is echt iets nieuws van mij. Het is zo lekker. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video slash vlogachtig. Ja, kan je wel zeggen. In deze video gaan we laten zien wat wij op een dag eten. Een soort van, omdat wij zo'n normaal etenspatroon hebben. Ja, dus een soort van what I eat in a day. En het was wel een weekenddag op zaterdag. En dat was echt een hele chaotische dag. Dus neem deze dag niet als je voorbeeld. Nee, ik werd heel laat wakker. Ook. Gina en ik hadden een shoot. We gingen vanavond in de avond naar een feestje. Dus alles was niet beetje helemaal slordig. Het was niet op perfecte tijd. Of nee. Shifts. Nee, ik ging om 10:30 eten, zijn avondeten. En ik ging ongeveer om 12:30 ontbijten. Dus dat is echt een top eetpatroon. Ja. Oké, normaal gaat dat wel anders. Maar ja, dit is dus de real life weekend eat routine. Ja, dit gaat niet volgens normale structuur. Nee. Maar we zijn ook niet helemaal normaal, dus. Neem dit dus zeker niet als voorbeeld, want dan val je misschien wel flauw als je het de hele week lang doet. Ja, maar echt. Dus vooral niet doen. Maar hebben jullie nou zin in deze video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. Luca doet van achter leuk mee. Ja, leuk. En veel succes met kijken naar de video en plezier. Ja, het is wel echt real life. Ja. Ja. Oké. Okay. Goedemorgen. Ik ga vandaag dus de What I Eat in a Day opnemen. We zouden het wel heel graag een keer doen. Maar ja, je kan het natuurlijk niet de hele dag samen doen. Want ja, we zijn niet de hele dag samen. Het is nu 11:00 in de ochtend. Best wel vroeg voor het weekend voor mijn gevoel. En eigenlijk eet ik in de ochtend nooit echt wat. Maar ik ga denk ik nu gewoon zo'n klein crackertje nemen. Zo'n krakot cracker. Met ja, ik weet nog niet wat. Ga ik even kijken. Ik ga dus straks mijn nagels doen. Ik heb om 10:45 een afspraak. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Het ziet er echt gewoon, het is gewoon echt vreselijk. Dus dat ga ik zo doen. Ik ga je vandaag gewoon meenemen. En ik ga even kijken wat er nu is. Goedemorgen, het is nu zaterdag. Het is 11:00. En ik ga lekker ontbijten. En waar ik echt heel veel zin in heb, is een acai bowl. Daar heb ik zoveel zin in. Acai bowl is echt mijn lievelingsontbijt. En ik bestel het best wel vaak via Uber Eats of Foodora of Deliveroo naar huis. Omdat ik gewoon dat zo lekker vind. Acai bowl is echt mijn lievelings. Het is een soort van yoghurtbol. Alleen dan zit er geen yoghurt in, maar een soort van vrucht. Acai en dan met peer en banaan en allemaal granola en toppings. En het is echt, het is zo lekker. I love it. Dus ga het even bestellen. Ik heb nu de Uber Eats app erbij gepakt. En we gaan even Juice Brothers doen. Want daar hebben ze wat mij betreft echt de lekkerste acai bowl. Dit is hem. Er staat ook weer bestellen. Ik bestel hem namelijk wel vaker. Hier de acai bowl classic. Deze is echt heel lekker. Het duurt ongeveer een 30 minuten. Dus ik ga hem bestellen. Dus dan is hij er om 11:30. Van die krakot crackers. En ze zijn echt heel lekker. Met mijn lekker gebroken nagel. Love it. Dit is dus echt iets nieuws van mij. Het is zo lekker. Ik had dit vroeger altijd. Maar ik heb het dus nu echt terug ontdekt. En het is echt het lekkerste ooit. Dus ik ga dit nu eten. Oké, nou dit is het dus. Zo'n krakot crackertje met van het smeerkaas. Oh ja. Oeps. Yay! Hij is er. Hij is er. Ze is er. Ik weet niet. Maar acai bowl is er. En het regent lekker buiten. Oh my god. Het regent zo hard. Kijk. Echt vies. Echt vies weer. Oké. Anyways. Mijn acai bowl is er. Ik ga hem even laten zien aan jullie. Zo lekker. Echt. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben benieuwd wat Gina zo gaat ontbijten. Aangezien die nooit ontbijt. Ik ga dus nu de deur uit. Normaal is mijn ontbijt nog kleiner. Dan eet ik namelijk helemaal niks. Eigenlijk heel slecht voor je. Maar ik haat ontbijt gewoon. Ik vind het vreselijk. Maar ik vond nu even lekker zo'n klein krikkertje. Het is nu... Wow, dit is echt heel heftig licht. Ik ga nu naar de nagels toe. En dan zie ik er wat beter uit. Dus ik zie jullie waarschijnlijk vanmiddag als ik wat ga lunchen. En ik ga ook best wel vroeg avond eten. Rond 5:00 al. Omdat we om 5:30 een shoot hebben. Ik ga nu heel snel er vandoor. Ik heb mijn acai bowl. En er zit, ze doen er altijd wat toppings op. Kijk, een beetje van die kokosdingen, blauwe bessen en wat muesli, granola. Maar ik ga nu nog wat dingen erop doen die ik eigenlijk ook altijd in mijn yoghurt doe. Jullie gaan waarschijnlijk denken, wat is dit? Ik vind het heel lekker, maar ik ga het wel eens laten zien.
goji besjes. Daar doe ik gewoon een beetje op. Van de pins bedoel ik. Ah, ik kan niks. Nu doen we Inca bessen. Dit is nu de acaibon. Echt zo lekker. En nu nog wat te drinken. Doen we lekker theetje. Oké, nou het is nu 12:30. Ik heb dus net mijn nagels gedaan. Ze zijn echt super mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Gewoon lekker licht roze, even naturel. Dat heb ik best wel lang niet gedaan, dus ik heb het wel gemist. Maar het is 12:30 en ik heb nog niks gedronken. Vandaag kwam ik er net achter en ik heb alleen een cracker op. Ik denk dat ik zo dan even ga leren en dan later ga lunchen. Dus ik ga nu even ergens wat drinken halen. Maar het begint nu wel heel hard te regenen, dus ja. Ik ga even kijken waar we naartoe gaan. Voordat ik überhaupt ga ontbijten, neem ik elke ochtend altijd 2 shots. Eerst deze. Het is kombucha. Dat is goed voor je lichaam. I don't know, maar het is best lekker. Een soort van raar dingetje. Dus daar gaan we. En dan nemen we nog, dit kennen jullie misschien wel. Ik moet even goed schudden. Een gember shot. I know, jullie gaan vast denken dat ik gek ben. Maar het valt best wel mee als je er eenmaal aan gewend bent. Maar het blijft wel scherp. Dus ik vind het altijd wel leuk. Oh jee, dat gaan we weer doen. Maar we gaan het wel doen. Gember shot voor jullie. Let's go. Op. Nou, ik ga dus een stapje halen. Ik ben hier bij Join the Juice. En dan moet ik even leren, want ik heb volgende week 2 proefwerken, maar ik ben volgende week ook jarig. Dus ik dacht, nou dan ga ik nu laten vooruit werken, want ik op mijn verjaardag niks hoef te doen. Het wordt 15. Nou, ik ga dus dit zakje nemen, de Pick Me Up met framboos, banaan en appel. En hij is echt super lekker. So yeah. Ik heb mijn sapje dus en ik heb dus de Pick Me Up en er zit dus appel, aardbei en nog iets in en hij is echt zo lekker. Hij is echt heel lekker. Dus ik ga hem even opdrinken, want het is echt het eerste wat ik drink, vraag ik nog niks op. Maar ik haat het gewoon echt letterlijk om in de ochtend te eten. Ik vind het vreselijk en het begint nu een beetje middag te worden, dus ik ga nu wel een beetje honger te krijgen. En doorzet natuurlijk, want dat ben ik nu aan het drinken. Het is nu 1:00, dus ik moet nu even gaan negen zoals ik al zei dat ik het voor wil werken voor mijn verjaardag. Dat ik echt geen zin heb om op een verjaardag te leren, dus dat ga ik nu voorwerken en het is toch super slecht weer. Ik zou wat moet gaan doen. En dan ga ik vanmiddag waarschijnlijk even lunchen met Jade wat later, omdat we een shoot hebben, dus dan gaan we even wat later lunchen, dat we nog een beetje vol zitten daarvan. We hebben een hele leuke shoot bij Wonders, ik kan niet zeggen waarvoor, maar het wordt echt heel erg leuk. Wonders is een Instagram museum, het lijkt een beetje op Museum of Ice Cream, maar dan net een beetje anders gedaan. Het is echt heel leuk, maar dan in Nederland natuurlijk. Ik ben ooit een Museum of Ice Cream in Miami geweest en het lijkt er volgens mij een beetje op. We hebben die shoot vanavond, want dan is dat hele museum leeg, dus dat is ook echt super chill. Maar ik ben in ieder geval wel de vitamins op binnen. Ik ga nu lekker mijn acai bowl eten, even die spice van die gember weg eten, want oh, wat is dat toch spicy. Oké, ik heb mijn acai bowl op, maar dan, ja, meer op kan hij niet. Teetje ook. Ik was net nog even een beetje YouTube aan het kijken. Maar, nou ja, mijn ontbijt was in ieder geval heel lekker. Goed begin van de dag. Ik ga met Gina lunchen later op de dag. Volgens mij hadden we rond 3:30 afgesproken. We hebben een shoot om, volgens mij 6:15. Dus ik weet niet of dat dan telt als ons avondeten. Want eigenlijk niet. Want ik bedoel, 2 maaltijden is niet genoeg. Maar in ieder geval, ik ga met Gina om 3:00 lunchen. En we moeten even kijken wat we daarna doen met avondeten. Want die shoot is van 6:30. Dus dat is echt precies tussen etenstijd in. Dus we kunnen niet ergens gaan eten. Of ja, misschien moeten we daar wat naartoe laten komen. Maar ja, ik zie jullie zo weer als ik wat ga eten weer of een snack pakken. Nou, ik loop dus nu weg van huis.
Want ik ga nu lunchen met Jad. En het is ook best wel laat. Half 4. Dus dat is een beetje laat al. En ik heb vandaag nauwelijks wat op. En ik heb daarnet geleerd. 2 uurtjes. Nee, ging het wel goed. Voor toetsen. Ik weet echt altijd al wat ik daar ga nemen. Ik ga denk ik een broodje met mozzarella nemen. Dat is echt zo lekker daar. Dus ja. Het is 3:30, een beetje ertussenin. En Gina en ik gaan nu wat lunchen samen. Ik heb net een beetje huiswerk gemaakt, want dat hoort er helaas ook bij. Anyways, we gaan nu wat lunchen bij Le Pain. Heel lekker. Het is gewoon lekker dichtbij. En altijd lekker. Ze hebben broodjes, soepjes, soep, hartig. Van alles. Deze capuchon zit even niet mooi door mijn knot. Maar ik ben benieuwd of Gina er al zit. Want nu ben ik wel weer een keer op tijd. Gewoon eerder dan haar. Zoals jullie zien, ik zit binnen. En Gina is er nog niet. Ik ben gewoon eerst. Ik ben gewoon op tijd. Wat goed. Ik ben echt trots op mezelf. Ik ben echt trots op mezelf. Anyways, ik heb een chai latte besteld met amandelmelk. Want ja, ik word niet zo lekker van normale melk. Dus vandaar amandelmelk. Altijd als ik dingen met melk bestel, doe ik altijd een soort van veganistische melk. Dus amandelmelk, sojamelk, cashewmelk, oatmelk, rijstmelk, alles behalve normale melk. Dus ja, nu heb ik ook met amandelmelk een chai latte. Wat had ik zin in, want het regent buiten, dus dan krijg ik zin in iets warms. Aan de camera zitten zeggen dat ik er gewoon eerder ben. Ja, echt knap. En ja, deze is dan lekker. Wat heb je, chocomelk of wat? Oh, lekker. Oeh, like. Die ga ik ook nemen. Hoe gaat het met je eten vandaag? Ik heb een acai bowl ontbeten. Ik heb nog niks op vandaag ongeveer. Ik ben benieuwd wat Gina heeft ontbeten. Helemaal. Nou, ik heb zo'n cracker op. En toen daarna ging ik mijn nagels doen. Kijk. Ze zijn echt mooi. Ze zijn mooi, hè? Dat heb je echt nog nooit gedaan, deze kleur. Ja, wel een keertje, maar ik vind het nu echt mooier. Heel mooi. Andere keer was het echt niet zo. Ja, ik heb... Ja, maar jouw nagels zijn gewoon mooi van jezelf. Je hebt gewoon... Ik heb zeg maar geen nagels. Klopt. Dus, maar daarna, toen was het echt 1 uur en toen had ik alleen nog maar een cracker nog steeds. En toen dacht ik, nou, ik ga even een chapje aan een beetje doen. Dus dat ik echt kom. Oh, ik niet. Dat is echt lekker. Ja. Dat is echt het lekker. Ja, hè? Ja. Oké. Ik ga nu even de kaart lezen. Ja. Kaart. Ja, het is echt heel lekker. Ja, vlog in paas hier. Oké, okay, nou we hebben dus wel bij lekker een broodje. Ja. Kijk hoe lekker. Echt wel lekker. Ik heb met hummus gegrilde groentes. En jij hebt met mozzarella. Ja, mozzarella. En pesto. Pesto en tomaat. Yeah. Love it. Oké, we gaan nu lekker eten eindelijk. We komen wel terug als het op is. Ja. En deze is ook al op. Ja, bij mij ook. Het eten al weg? Ja. Gina heeft limonade. Is die niet super zuur? Nee, valt wel mee. Oh. Ik vind het wel lekker. Ik heb een ijslatte voor de energie. En dan een chocolaatje op. Ja. Ik heb gegeten. Het eten was verder niet lekker. Ja, het is echt heel lekker. En we kijken wat we gaan eten. We hebben besloten om denk ik na de shoot te eten. Ze hebben wel altijd snacks op de shoot, dus dat is wel. Dus dat komt helemaal goed. Dat laten we nog even zien. Ja. En er is een heel... Een heel zwembad met spekjes voor. Mag je die eten? Kan je die eten? Ja, dat is een grapje. Nee, ik denk dat je dat niet kan eten. Dat ga ik zo in. Ja, anders gaat echt fout hoor. Oh. Nee, maar we gaan daarna nog wel wat eten, dus dat is wel om 10 uur. Ja. Maar ja. We hebben hier de make-up voor de shoot. En ik wil nog iets heel belangrijks zeggen. Want... heel belangrijk. Echt heel, heel, heel belangrijk is... Wacht even. Oh. Water drinken! Woe! Ja, ik drink ook de hele dag door water. Ik drink ook de hele dag door water. Dat hoort ook bij mijn eetroutine. Want water houdt je gehydrateerd. Dat wil ik even zeggen. Ja. Mijn make-up is net gedaan. Echt heel mooi. Mijn wimpers lijken echt lang, hè? Ja. Yay! Oké, ik kan niet opstaan. Mijn telefoon ligt op mijn schoot, maar ik heb het nu... Lipton, en dat is letterlijk mijn favoriete drinken ooit. Zo lekker. Maar ik heb echt best wel veel, echt vooral zoet. Dus dat is wel lekker. Kijk, hier is gewoon
om wat te drinken en ook ijs, koffie en zo. En hier chipjes, water en allemaal dit soort dingen. In ieder geval dit dus. En we hebben ook nog zelf wat fruit meegenomen voor de fitheid. Gezond. En het is trouwens nu avond. Dus we gaan straks misschien wel even avondeten of zo. Misschien hier naartoe wat bestellen. Of hier, daar zit een supermarkt aan de overkant. Dus dat kan allemaal, want anders ga ik echt heel veel allemaal zoete troep eten. Dat is niet de bedoeling. En ik heb er nog steeds lekkers op. Ik heb dit op. Er zit nog in mijn mond. Mouwen. Cola. Echt heel lekker. En mijn haar. Het is helemaal in make-up. Een hele leuke outfit aan. Dus we zijn klaar om te gaan shooten. Ik wil ook op de camera. We matchen wel met de panter en latex. Ik vind deze broek echt geweldig. Maar oké, waar het om gaat is... Eten! Zet het nu op een chipszak neer, weet je? Ja, dat kan. Oh. Oké, sorry, mijn handschoenen gaan in kort. Het is tijd om een snack te pakken. Daar is Kim. Stylist. We gaan voor de... Pineapple, de piña. Yay! Oké, we hebben nu dus even... Dit is niet ons avondeten. Nou, ik denk niet dat ik nog meer iets ga eten. Nee, ik ook niet. Maar dat is geen goed voorbeeld. Nee, dat is een bijzondere dag. Ik ontbeet pas om 1 uur. Ja. Ik lunchte pas om 4 uur. Ja, het is een interessante dag. Jullie hebben wel een special What I Eat in a Day gezien. Mm-hmm. Not a normal What I Eat in a Day eigenlijk. Oh, maar ik vind mijn haar natuurlijk zo mooi nu. Mm-hmm. Het is trouwens nu 8:30. Dus en ik ben best wel laat. We zijn nu al bed te liggen. Ja, lang. En ik denk dat we over 1 uur klaar zijn. Zoiets. En dan, ja. Nee, ik wil niet. Dat was mijn ananas. Yay, maar misschien gaan we zo nog wel wat eten, maar ik denk het niet. Ja, is er nog een snoepje of zo? Jij hebt echt wel snoepje gepakt. Ja, maar dat heb ik ook gefilmd. Oh, oké. Okay. Nou, dit is mijn snack. Ik zou ook nog wel wat, want kijk. Lion. Ik zie die chipjes liggen. Oh ja, daar leunt hij op. Ja, de lees. Lees. Buggles. Dus we gaan nu verder met shooten, want het is echt een hele leuke locatie, dus let's go. Oké, het is nu 9:50, ongeveer 9:45 dus, 's avonds. En ik heb nog niet avond gegeten, dus ik wist echt niet wat ik moest eten. Maar mijn broertje en mijn vader hebben daar net tijdens lasagne gegeten en er was nog een stukje over. Dus oké, nou kijk, hier is hij. Ik ben normaal nooit heel erg veel van lasagne. Het is niet mijn favoriete eten, maar het is het enige wat we hebben en ik heb zoveel honger. Nou ja, ik ga dit dus nu even lekker opeten en daarna ga ik nog wat leuks met Ja doen en andere vriendinnen. Dus ja, naar vis gaan we. En ja, dit is denk ik het laatste wat ik in ieder geval eet vanavond. Dus ja, hier ga ik even lekker van genieten. En dan ga ik er vandoor. En trouwens, de shoot was trouwens voor de girls. Dat had ik niet gezegd, omdat ik niet wist of ik het mocht zeggen. Maar nu weten jullie het dus voor de girls. En het is zo vet geworden. Het is denk ik een van mijn favoriete shoots tot nu toe. Hij was echt zo cool. De locatie was heel vet. Dus ja, we laten gewoon alles weten op Instagram wanneer het uitkomt. Maar nu ga ik dit echt eten. Normaal hou ik echt niet van lasagne, maar deze is zo lekker. In ieder geval, door de week ziet mijn eetroutine er letterlijk zo anders uit. Maar dit was echt best een hectische dag met de shoot en zo. En ik eet ook niet heel veel in de ochtend, dus normaal eet ik dan in de avond wat uitgebreid. Ik ben weer thuis, Dina is ook even thuis. Ze komt zo hier nog slapen, dus dat is wel gezellig. Maar ze even haar spullen pakken. En ja, we hebben allebei niet heel erg getrek meer, maar ik heb het idee dat ik toch wel iets moet eten. Dus ik heb hier eventjes een rijsttafel met wat hummus. En ik heb een mandarijn waarmee ik al bezig was om hem te schillen. En ik heb net nog een zakje chips gegeten. Telt niet echt als avondeten, dit eigenlijk ook niet. Maar ik vind dat ik wel iets moet eten. Dus vandaar gaan we dit eventjes eten. Nou, ik weet trouwens niet of ik er zin in heb. Ja, ik heb hier wel zin in. Ja, of misschien gewoon deze mandarijn en een dadel of zo. Ik heb gewoon niet zoveel trek. Maar ja, ik ga straks waarschijnlijk wel. Anders lig ik wakker met honger. Dat is ook niet goed. Dus ja, ik ga wel eventjes wat eten. Dus even deze mandarijn en rijsttafel. En
dit was dus dan eigenlijk een beetje mijn what I eat in a day. Maar dan wel een beetje chaos what I eat in a day. Want ik ben natuurlijk ook niet het perfecte voorbeeld. Want ik ontbijt niet, want dat vind ik echt vies. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor je dag dat je ontbijt. Om brandstof te hebben. Maar ja, ik kan gewoon niet ontbijten. Dus dat is niet echt een heel goed voorbeeld. En het was gewoon vandaag allemaal een beetje hectisch. Maar ik vond het wel heel erg leuk om op te nemen. En ik ben benieuwd wat Jaren vandaag gaat, heeft gegeten. Want ik heb alleen de lunch met haar samen gedaan. Oh ja, in de ochtend heeft ze trouwens een acai bowl op. Dat heeft ze vanmiddag verteld. Ook heel lekker. Dus ik ga er nu eigenlijk vandoor. En ik heb dit aan. Leuk. Een rode leren broek. Ben ik echt heel blij mee. Maar nu ga ik naar mijn vriendinnen, want het is tijd voor een feestje. Dus. Oké, nou, dit was dus de What We Eat in a Day. En het was toch echt een chaos. Ja, het was echt een chaos. Maar dus hier een keer niet een perfecte What I Eat in a Day. Maar een keer een chaotische. Dus gewoon. Ja, Gina. Letterlijk. Anyways, we waren dus ook op shoot. Dat was heel erg leuk. We hebben lekker geluncht. Ik heb heerlijk ontbeten. Ja, ik heb... Jij hebt niet ontbeten. Ik heb ontbeten. Heb een cracker waarschijnlijk of zo. Maar in ieder geval, de shoot was super leuk. We hebben volgens mij een paar dingen gefilmd. Een beetje backstage, want we mochten niet te veel laten zien. Maar het haar zat helemaal mooi in onze make-up. Dus wij waren helemaal blij. En dat was het eigenlijk wat we wouden zeggen. Ja, dus vonden jullie deze video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zien we jullie volgende week. Bye! Bye.